This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 5 april 2021. Dit is het bulletin van paasmaandag. Daily Minutes, 5 april 2021. Dit is het bulletin van paasmaandag. Nou, ik spreek weer eens wat in op een bizar tijdstip. Het is 4:30 PM. En ik heb een groot deel van de dag telkens 2 uur geslapen, 1 uur niet. 2 uur geslapen, 1 uur niet. Die AstraZeneca's, die hakten er nog meer in dan ik dacht. Normaal is dat je iets van een... een dag volgens mij, de nacht erop, hoor je je niet lekker te voelen. En goed, het kan langer duren, dus ik ben nog steeds niet helemaal goed. Ik voel me heel grieperig. Maar het is wel voor een flink deel over nu. Spierpijn heb ik heb een beetje hoofdpijn. Typisch van die hoofdpijn die je hebt als je je holtes ontstoken zijn of als je erg verkouden bent of zo. Hè? Maar goed, het is je afweer die werkt, zo is mij verteld. En dat levert wat ongemak op. Het is sowieso raar. Ik bedoel dat ik me niet lekker voel. En Jurgen is er niet meer. En het is allemaal... Ik heb een hoop zitten denken. Ik heb steeds het gevoel van... Ik had wat moeten doen om het te voorkomen. En ik denk dat dat niet reëel is. Ik had op een bepaald moment misschien meer achter zijn broek aan moeten zitten. Van joh, gaat net ziekenhuis. Maar als zijn huisgenoten het niet lukt, ja, wie ben ik dan, hè? Ik kende hem vrij goed. Zei het niet in het echt, maar wel aan de telefoon. We hadden zoveel contact. En we waren zo op elkaar ingespeeld. Ook met die radio-uitzendingen van afgelopen najaar kon je dat merken. Het was eigenlijk wel een ideale combinatie met hem, hè? Hij was een beetje de schelm. Doet hem ook weer tekort. Maar in ieder geval degene die af en toe de grenzen opzocht. Vooral bij die uitzendingen. Tot mijn ergernis. Maar dat was ook weer niet zo'n grote ergernis dat van belang was. Maar ik was daar af en toe wel een beetje over geërgerd. Stak hij meestal tijdens de tweede helft van de uitzending een sticky op. Zonder dat ik dat hoorde. En dan was dat wel aan de gesprekstof te horen. En dan dacht ik van nou, dat moet, maar dat ging niet steeds verder. Maar het was tegelijkertijd ook wel heel grappig. En vooral het feit dat ik me zat te verbijten en dat hij daarover zat te lachen. Dat had wel iets. Dus ik zal moeite hebben om iemand, sowieso een vervanger is er niet. Het tweede op die manier bestaat gewoon niet. Die is er gewoon niet. Maar om iemand die leegte in kan vullen. We waren behoorlijk ideaal bij die uitzendingen. Dus ja, los van de vriendschap werkte dat gewoon heel goed. Dus daar hadden we nog veel mee kunnen bereiken. Maar goed, het is wezenloos. Ik blijf er maar over piekeren. Ik hoor het van meer mensen, hoor. Ook mensen die niet konden slapen nadat ze het vrijdag van Jurgen gehoord hadden. Ik ben de laatste jaren flink wat mensen kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk als je ouder bent, maar... Het is wel de laatste jaren meer dan je zou denken. Vorig jaar natuurlijk mijn moeder kwijtgeraakt. Op de dag dat mijn moeder het hospice inging. En natuurlijk, het is van een andere orde. Je moeder is punt 1 om te beginnen een mens. Het is ook je moeder. Maar mijn kat van 1,5 jaar oud, die overleed aan een hartstilstand voor mijn ogen. Op de dag dat mijn moeder naar het hospice ging. En dat was op dat moment iets wat ik niet kon verwerken meer. Ik zat zo aan de grens van wat ik aankon door wat er met mijn moeder gebeurde in 2-3 maanden tijd. Dat ik dat van die kat niet... En ik begin dat pas nu een plekje te geven. Dus dat begon eindelijk een beetje te lukken de afgelopen weken. Ik kon weer met plezier vertellen over hoe Roderick allemaal streken uithaalde. Een paar weken geleden met mijn benedenbuurman de hele tijd over staan praten. Hij is ook een kattenliefhebber. En Roderick was wel heel grappig.
ben natuurlijk wel heel wat katten kwijtgeraakt. Maar dat is niet onlogisch aan de ene kant. Ze worden niet ouder dan 16. Maar ik heb ook met de katten wel pech gehad. Er is maar eentje aan ouderdom overleden van de 6. Dus dat is wel weinig, hè. Maar ik ben een aantal goede vrienden kwijtgeraakt. Eentje die ik nauwelijks nog sprak, dat was de vroegere PDNL EDG, Bob Noordewier. Dat was ook een markante figuur trouwens, die enorm potentieel had en dat niet gebruikte. Althans, nooit langer dan voor een jaar of twee. Het ene moment was hij platenproducer en dan kwam daar heel ver. Hij bedacht een sound die door Engelse artiesten succesvol werd gemaakt. Onder andere gebruikt door de Roubettes in de tijd, lang geleden. En hij werkte met mensen, zat in de studio, huurde in de studio af. En dan zat de studio naast hem, zaten mensen als George Baker en André van Duin hun muziek op te nemen. Hè. En vervolgens had hij dat gezien en dan hield hij er van de ene dag op de andere mee op. En dan, dan zat hij een tijdje thuis en dan begon hij weer wat anders. En hij stapte ooit naar een van de omroepen toe en zei van, nou jongens, ik wil documentaires voor jullie maken. Nou, zonder dat hij daar enige ervaring in had, kreeg hij bij zo'n landelijke omroep dan 6,5 uur om een documentaire te maken. Bro, dat was natuurlijk wel bijzonder. En Bob zei altijd dat hij nooit ouder dan 50 zou worden. En toen hij 49 was en bijna 50, dat scheelde niet heel veel, toen kreeg hij acute leukemie. Hij was heel ziek al, hoor. Hij had allerlei chronische ziektes. Ik ben ook chronisch ziek en ik heb zoiets van, nou, maar ik heb dat ook al vanaf mijn vroege jeugd. Hè. En ik heb zoiets van, ik ga gewoon, maakt mij niet uit, ik ga gewoon door. Hè, wat voor beperking je ook hebt. Ik ben wie ik ben. En dit is wat ik doe. En of daar nou een lichamelijke beperking aan de grondslag ligt. Dat wordt bij mij ook nog niet weer zo super. En nou ja, het is wel. Ik heb al redelijk wat. Dus, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ik kan een hoop. Los daarvan. En focus je op wat je wel kunt. Maar goed, bij Bob was dat kennelijk niet zo. En die kreeg een acute leukemie. Die op zich behandelbaar was. En die besloot dat hij niet behandeld wilde worden. En toen was hij binnen een week, zoals te verwachten was, was hij er niet meer. En ik ga nooit naar uitvaarddiensten, maar die van Bob die vond plaats in een ecumenische kerk waar ik op dat moment woordvoerder voor was. Althans voor een organisatie die door die kerk precies was opgezet. Dus ik kon daar niet wegblijven omdat ik gewoon regelmatig in dat gebouw kwam. Dus ik ben daar met een andere vriend van mij, Jan Willem, naartoe gegaan. Dit is allemaal 15 jaar geleden of zo, hè. En die andere vriend die overleed 4 jaar later. Jan Willem, dus ook een zendamateur, PH3 BHQ. Later was hij PG5 JV en heeft ook nog een P1 call gehad, P1 CLP. Die wist ook dat hij niet gezond was. Hij kon op een gegeven moment niet meer werken. En wist dat hij, als hij ooit een ongeluk zou krijgen, dat hij waarschijnlijk niet gered kon worden, omdat hij niet geopereerd kon worden. Daar was hij te zwak voor. En op een gegeven moment kreeg hij in een paar maanden tijd gewoon dat zijn hele systeem instortte. En toen overleed hij in het ziekenhuis. Hè? Ja, allemaal goede vrienden. Dus dat was wel. En Bob sprak ik niet zoveel meer. Jan Willem wel. Die was ook bij alles. Die was opnieuw met de hobby begonnen. Ongeveer op de tijd. In de tijd dat ik er ook mee opnieuw weer begon. Waarschijnlijk wel enigszins. Doordat ik ermee begon. Dat hij ook weer mee begon. Maar. Maar van Jurgen had ik het nooit gedacht. Echt. Ik bedoel, ik dacht, die is nog jaren bij ons. Ja. Dus dat is wel. Dat is wel heel erg raar. Dit kost de hele tijd om me aan te passen aan de nieuwe situatie. En al die dagelijkse gekkigheden. Kijk, ik communiceerde, het is wel zo, ik zeg ik communiceerde iedere dag met hem. Maar de ene keer was dat een regeltje op de chat. Dan weer een mailtje. Soms stuurde hij een lange mail, soms stuurde ik hem een lange mail. Vooral over de dienstenronde hebben we veel overlegd. En die moet ik nu ook al mijn eentje doen. Hè? Dus dat is wel een grote verandering. En we waren daar pas met, twee weken. Met z'n tweeën. En die 2 weken heb ik alle twee zelf gedaan. Omdat de tweede week Jurgen dat niet kon. Dus daar moet ik, dat is over 2 dagen, moet ik daar ook nog flink wat.
Ik ben niet van de minuten stilte en zo. Ik ga wat anders met rouw om dan de meeste mensen. Ik ga ook nooit naar een graf van iemand. Ik vind het wel leuk dat er van een aantal verre voorvaders van mij in Friesland nog graven zijn. En dat die kan ik ook blijven. Maar ik ben niet zo van de graven. Maar ik ben ook niet van crematies. Ik zou zelf het liefst begraven willen worden. Maar niet om een soort bedevaartsplek te hebben waar mensen naartoe kunnen. Want daar ben ik zo. Ik ben niet na de begrafenis nooit bij het graf van mijn vader geweest. En mijn moeder ligt nu op dezelfde plek begraven. Dat is vlakbij het huis van mijn zus. En mijn zus gaat er wel heen. Dus ja, dat is mooi. Maar ik doe dat niet. Maar ik koester vooral de herinnering die ik aan mensen heb. En de ervaring die ik met mensen gehad heb. En dat onthoud ik. Ik heb een heel goed geheugen. Dat onthoud ik. Daar heb ik veel meer aan dan aan een graf. En ik denk regelmatig aan de mensen die er niet meer zijn. Hè. Ook Jan Willem ben ik niet vergeten. En Bob ook niet. En van mensen uit de familie niet. En ja, dus die mensen die zijn onderdeel van wie ik ben. En dat vind ik veel belangrijker dan ze te gedenken, af en toe. En dan heb ik toch zoiets van, ja, je gaat af en toe, ga je erheen. Ik weet mijn familie, mijn vroegere schoonfamilie in het zuiden, die waren heel erg van graven bezoeken en van dat soort monumenten. En je ziet dat in Limburg natuurlijk ook veel aan de weg, dat er van die kapelletjes staan waar iemand is omgekomen. Of op plekken waar meerdere mensen zijn omgekomen in het verkeer. Dat vind ik mooi, maar het is niet iets van mij. En ja, ik ga daar gewoon anders mee om. En ik zeg wel eens, daarom leg ik het nu ook uit. Het is wel eens onbegrepen. Mensen denken soms dat ik gevoelloos ben als ik dat niet doe. Maar dat is het niet. Ik ga er gewoon anders mee om. En dat is ook met het verdriet en het gemis nu. Ja. En reken maar dat ik het moeilijk heb. Dus ik heb inmiddels begrepen dat Jurgen gecremeerd wordt in de loop van de week. En dat de familie ook een filmpje van de plechtigheid zou bewaren. En voor anderen beschikbaar zou maken online, denk ik. Ik heb er nog niet gesproken. Maar ja, ik was gistermiddag natuurlijk naar die vaccinatie. En ik wist het pas vrijdagavond. En vervolgens begon ik me ergens in de avond al niet lekker te voelen. Dus, nou ja, gisteren, ik bedoel eergisteren. Ik ben een beetje met de dagen in de war. Want ik ben gisteren natuurlijk de hele dag beroerd geweest. Maar ik heb het over de zaterdag. En ja, nu is het 5:20. In de nacht van zondag op maandag. Het is eerste haasdag. Paasdag. Ja, paashaasdag. Ja, een wereld zonder Jurgen. Alles is anders. Ja, het voorgaande is eerder vandaag ingesproken. Het is nu 7:10. Daardoor ben ik waarschijnlijk wat laat met, met Daily Minutes online zetten. Ik heb vanmiddag met Margreet gesproken, de vriendin van Jurgen. Dat was wel een fijn gesprek. En ja, ook daar kwam uit naar voren dat Jurgen over mij net zo hoog opgaf als dat ik over hem altijd heb opgegeven. Wat wel grappig was, Margreet zo leuk vond dat Jurgen zichzelf de joker van Brabant, of de joker van, ja, Brabant ook, de joker van België noemde. Dat is een soort Freudiaanse verspreking, denk ik. Maar de joker van België, hij was zelfs een keer naar een beurs toegekomen met een groot bord waar zijn kameraden erg om moesten lachen, zijn Belgische kameraden, dat hij de joker van België was. Maar de grap is dat Dat predicaat joker van België door mij verzonnen is. Hij was daar ook heel trots op. Ik kende hem toen uiteraard nog niet zo lang. En ik heb de gewoonte om door de jaren heen, dat doet het soms wat vaker of minder vaak, om op iemands roepnaam de meest bizarre dingen te bedenken. En ook zoveel mogelijk. En dit was de derde of de vierde die ik van Jurgen bedacht. En dat was meteen raar. Ik denk, ja. Ja, en toen waren de accu's leeg van mijn opnameapparaat op het meest ongelukkige moment wat je kunt hebben. Namelijk wanneer je iemand, of wanneer je iets uitspreekt wat echt niet makkelijk overgaat. Joker van België in ieder geval. En ik denk dat ik eigenlijk ook dat op die manier eigenlijk Jurgen wil onthouden. Joker van België, dat was hij inderdaad. Volgens Margreet was hij dat inderdaad ook. Hè? Dat kwalificeerde hem helemaal.
Dus dat was heel mooi. Ja, inmiddels, ik geloof dat dat niet in de opname zit. Ik ben daar niet helemaal zeker van. Maar wat inmiddels meer en meer overheerst is dat ik toch heel erg blij ben dat ik hem die 6 of 7 jaar dat ik hem gekend heb mogen kennen. Mogen meemaken. Hij heeft daadwerkelijk mijn leven denk ik wel veranderd met die rare vrolijke inslag van hem. Ik ben bang dat ik nou misschien iets een tweede keer zeg, maar in ieder geval, hij kwam niet over als een techneut. En ook vanwege die ON3-call zagen veel mensen hem niet als zodanig, maar dat was hij toch wel degelijk, hè. Hij riep de laatste weken nog wel eens dat ik veel meer knutselde dan dat hij deed, maar dat was helemaal niet waar. hij deed veel meer dan ik, hè. Maar ja, het overheerst toch wel een beetje dat ik... ja, het is heel jammer dat hij niet veel langer gebleven is. Hij was ook al vaak onbegrepen, hè? Ook wel deels door dat Zuid-Nederlandse. Ik had het daar met Ernst ook al over. Er was een keer op PI2 NOS in het begin dat hij daar zat, een heel gedoe. Omdat hij godverdomme zei als stopwoord. En hij zei dat geregeld. Dat is iets wat in dit deel van het land waar ik zit absoluut onaanvaardbaar is. Hè? Daar word je op aangesproken. Maar in België is dat en ook in Zuid-Nederland is dat toch wel een beetje een stopwoord. En ik vind dat je dat soort culturele verschillen, dat je die moet eerbiedigen. Want er wordt al zoveel regionaals ingeleverd voor een soort nationale saus en standaard en noem maar op. Dus ik pleitte er toen voor om... In elk geval om hem dat minder zwaar aan te rekenen, maar ja, er was veel kritiek op. En de laatste tijd deed hij het nog wel eens, hè? Dan kwam dat er toch ineens nog tussen. Maar als je in België in de kroeg zit, dan is dat gewoon heel normaal dat je op die manier praat. Het is niet nette burgerlijke taal, maar het is wel daar. En het is niet zo grof als dat het hier is. Absoluut niet, integendeel zelfs. Maar ja, katholieken, die waarschijnlijk bestaat het katholicisme langer. En dat is dat de reden waarom ze daar wat humorvoller mee omgaan. En ze nemen sowieso het leven wat minder serieus, denk ik. En ja, maar goed, op die manier is hij wel eens misbegrepen. En dat is wel vaker gebeurd. Maar volgens mij hield iedereen van hem. Dat was gewoon absoluut zeker. Het was een amabele figuur bij uitstek. Hè? Ik kon eigenlijk nauwelijks wat verkeerds over hem zeggen. En, ja, ik heb ook wel vaak erg gelachen, want hij had echt zoiets schelmachtigs. Hè? Zoals hij in de duo-presentaties die we hadden. En in eerste instantie had ik het helemaal niet in de gaten. Maar dat hij telkens, als we een uur bezig waren, dat hij een sticky opstak. En dat hij dan steeds waziger begon te praten. Maar ook steeds meer de grenzen begon op te zoeken van hoe ver hij bij mij kon gaan. Hè? En het was, als je dat hoorde, dat werkte wel in de uitzending. Maar ik had wel zoiets van, jongen, ga nou niet te ver mee. Hè? Nou ja, zo zie je bijvoorbeeld, dat zou ook best eens onder die invloed geweest kunnen zijn. Maar dat weet ik dus niet. Maar toen wij net de D-Star-ronde deden, toen vroeg hij aan Ernst. Terwijl ik zelf had overwogen om Ernst dat te vragen. Maar ik zou dat dan heel precies hebben ingekleed van, joh, heb je tijd? En is het niet toevallig op het tijdstip van de ronde? We wilden hem vragen als derde rondeleider. Of in ieder geval om in te vallen als bij beide niet zouden kunnen. Maar hij was zo enthousiast over dat idee. En ik had het nog niet met hem besproken. Hij wist helemaal niet dat ik dat overwoog om te doen. Maar hij sprak ernstig via D-Star. En hij bleef maar daarover bezig. En ik had zoiets van, Jurgen, doe dat nou niet. En ik zei nog een paar keer van, joh, moet je horen, ik had dat ernstig willen vragen. Laat dat nou mee over. En hij bleef maar doorgaan. En toen ik dat zei, toen deed hij er ook nog een schepje bovenop. En Ernst, die leek, ik denk niet dat het zo was, maar ik was een beetje bevreesd dat hij daar zich ongemakkelijk over zou voelen. En misschien ook wel dat hij het om die reden zou weigeren. Maar dat was achteraf niet zo. Ernst doet gewoon op datzelfde tijdstip zelf een ronde. En kan dan gewoon niet. Dus ja, dat is een zeer valide en verklaarbare reden ook waarom het niet gaat. Maar hij bleef er maar over doorgaan. Hè? Maar goed. Ja, zoals hij voor iedereen 3D-kastjes maakte en allemaal van dat soort dingen. Hè? Ja,
die maffe, hoe heet dat, dat gasmasker van hem, wat hij op had als een soort van, en ik meen echt dat hij dat gedaan heeft, dat weet ik niet helemaal zeker, maar hij is met dat ding de supermarkt ingegaan van, nou, dit is mijn mondkapje. Alsof hij in de Eerste Wereldoorlog rondliep, hè? Oh, oh, oh. Ja. Maar, ja, ik ga er een tijd voor nodig hebben. En ook alle plannen die ik had. Ik wilde hem nog uitgebreid interviewen. We zouden een duo presentatie. Ik heb geen idee met wie ik nog een duo presentatie zou kunnen doen. Welke vrijwilliger ik daarvoor zou kunnen aanwijzen. En bij wie dat ook zo goed zou werken. Want het moet iemand zijn met wie ik heel goed door één deur kan. Maar die toch tegelijkertijd precies het tegenovergestelde doet van wat ik eigenlijk van plan ben. Hè? Dat werkt het beste. Ja, je zou mij... hoe noem je dat? Zo'n persoon die moet mij gewoon dingen. Ja, we moeten dingen van tevoren afspreken en moet dan net iets anders doen. Maar dan zonder mij boos te maken. Dat was wat Jurgen deed. En dat kenschetst hem ook helemaal. Hè? Dat hij falikant tegen me inging. En dat ik dan tegelijkertijd toch zoiets had van ja, ik word er niet pissig om. Wat ik bij ieder ander wel zou zijn. Dus het wordt nog heel moeilijk om iemand daarvoor te vinden. Als het al lukt. We hadden daar nog ver mee kunnen komen. Dat heb ik denk ik al eerder gezegd in de Daily Minutes. Maar dat is denk ik echt zo. Hij wordt gecremeerd. Ik dacht dat ik dat al gezegd had. En Margreet zei ook dat er een video van is. En mensen die dat willen, die kunnen hem dan wel zien. Bij de crematie zelf kunnen er maar 10 mensen tegelijk, begreep ik. Ik weet niet zeker of ik dat goed begreep. Maar het zou kunnen dat meerdere keren 10 mensen zouden kunnen zijn. Maar als je dat zou willen, zou je dat met Margreet moeten bespreken. Maar ik denk dat meer iets is voor de familie. Ik ben niet iemand van de begrafenissen. Dat ik al eerder dacht ik zei. Maar ik ben ook niet iemand van die naar een graf toe gaat of zo. Hè? Terwijl ik wel zelf zou waarderen om begraven te worden. Maar heel dubbel. Maar... Ik heb daar niet zoveel mee. Ik heb heel veel met de herinnering die ik aan iemand heb. Hè? Dat zeker. En dat koester ik. Dat de persoon die was. En dat gaat niet verloren. Daar ben ik van overtuigd. Hij laat zijn indruk hierachter. En in het geval van Jurgen is dat nog een grote indruk ook, denk ik. Hè? En dat niet alleen in de amateurwereld, maar alleen daar al. Maar als je kijkt ook de reacties en hoe mensen soms geschokt zijn. Hoe mensen soms, waarvan ik dat helemaal niet verwacht had, in de war zijn gewoon. Ze schrijven, ik ben echt in de war van wat er gebeurd is. En ja, dat geeft het ook al een beetje aan. Geen voorbereide tekst dus. Maar ik denk dat wat uit je hart komt, dat ook misschien zelfs wel beter is. Hè? Hoewel ik het in dat soort teksten ook wel goed kan uitdrukken vaak. Ja. Ik wil eigenlijk ook nog iets van een reguliere Daily Minutes brengen. Maar het is wel moeilijk na een betoog als het voorgaande. Die accu's van de opnameapparaat zijn een ergernis. Ik blijk plotseling door mijn oplaadbare batterijen heen te zijn. En ik weet niet waar ze zijn. Ik kan ze niet vinden. En ik ga ze ook niet uit een apparaat halen waar ze in nodig zijn. Ik heb best wel veel toetsenborden, dus ik ga alle oude toetsenborden nog eens belangs om te kijken of er daar nog wat in zit. En alle oude muizen die inmiddels afgedankt zijn. Dat zou wel eens kunnen dat er daar nog wat uit de voorschijn komen. Maar ik ga hem te beginnen een aantal nieuwe bestellen. Het vervelende is ook dat de opladers meestal per 2 opladen. En dan weet je niet, als er 1 van 2 heel slecht is, welk van de 2 dat is. Hè? Daar kom je maar moeizaam achter. Ik heb 1 lader waarmee je er eentje kunt opladen. Dat is een hele slimme. Die biedt precies de juiste spanning aan en de juiste stroom. Of je er nou eentje opzet of dat je er 15 in serie zet. Dat doet hij allemaal keurig goed. Hè? Die is voor het opladen van de Nikas. Ja, het zijn nickel metaalhydride. Maar van de oplaadbare batterij die ik voor de Xiego gebruik. Dus daar zou ik mee kunnen testen of er eentje is die duidelijk veel slechter is. Hè? Maar dat is nu ook wat er aan de hand is. Want ik heb gewoon een aantal goede gecombineerd met slechte in de lader. En die goede zijn daardoor niet opgeladen. Dus ik heb geen opgeladen. Ik had ook op mijn lijstje staan dat ik meteen naar de Daily Minutes een aantal oplaadbare batterijen laat komen. Want dat is te gek. En ik gebruik eigenlijk geen gewone meer. Tenzij er een apparaat is wat echt niet anders kan. Ik had nog 4 gewone batterijen. En die heb ik in het speeltje van Martine gestopt. Dus ook daar is al een tekort. Want als die op zijn heb ik ook daar geen oplader voor. Dus er moeten echt wel een paar handenvol
En ik heb de afgelopen tijd een paar keer goedkope aanbiedingen gekocht. Onder andere bij Praxis, dacht ik, of bij Karwei. En die waren echt heel goedkope. Ja, die doen het maar een paar keer. Nou, vond ik wel mee. Ik denk dat ze wel 150 keer geladen kunnen worden. Maar als je goede hebt, dan gaan ze zeker 1000 keer laden mee. Hè, als je daar zorgvuldig mee omgaat. En ik zag zo pas bij Bol dat van een aantal merken de oplaadbare en de niet oplaadbare even duur zijn. Ja, dan is het snel besloten. Hè? Maar ja, vervelend dat het dan net... maar er was niet zoveel weg. Ik was eigenlijk bang dat hij na een paar seconden al opgehouden was. Maar volgens mij, ja, 2 minuten. Krap 2 minuten heeft hij opgenomen. En daarna stopte hij. En dan is het bij iets wat je eigenlijk niet nog een keer kunt doen. Hè? Hoewel aardig gelukt is, denk ik hoor. Maar ja, dat is vervelend. Ik ben toch gisteren de hele dag beroerd geweest van de vaccinatie, hè, voor COVID. Met het vermalendijde AstraZeneca. AstraZeneca's. Maar vannacht was ik nog wel redelijk ziek, vanochtend ook. En om 1 uur of 1 begon, zo rond die tijd begon het wat af te zakken. Ik voel me nu nog wat gammel. En ik heb niet veel energie, maar voor de rest gaat het gewoon. Dus ik ben bang dat ik met mijn deadlines in de knoop raak. Maar ga ook niet mezelf, hoe zeg je dat? Ik ga niet heel erg proberen om dat alsnog te halen. Dat moet er maar een keer. En ik moet ook zorgvuldig werken. Er zit er 1 bij, die is heel moeilijk. Die doe ik als eerste. Daar heb ik al een groot deel van gedaan. Maar de deadline die bleek niet om 8 uur morgen te zijn, maar op 12 uur. En ik denk dat er dan nog wel een redelijke kans is dat ik het red. Maar dan moet ik wel flink doorwerken. Ja, maar dit weekend dus niet toegekomen aan de repeater. Waar ik echt heilig van plan was om dat aan te doen. Dus dat moet de komende dagen. Ik heb daar toch wel wat dingen laten liggen. Wat wel goed werkt is het planningprogramma wat ik de afgelopen tijd gemaakt heb. Dat is echt heel goed. Ik had een paar dingen buiten de planning omgedaan. En je ziet meteen dat dat helemaal misloopt. En die planning die werkt met artificial intelligence. Dus dat is wel grappig. En die leert dus, die wordt dus naarmate die dat kan langer gebruiken, wordt die steeds beter om mij de juiste projecten te presenteren. Die bijvoorbeeld op basis van wat het langste ligt. En dus die schuift zelfstandig die onderwerpen naar boven in die lijst. En tot nog toe werkt het, terwijl die nog maar net bezig is, werkt het ontzettend goed. Ik ben er heel tevreden over. Echt, het is een van de betere dingen die ik gedaan heb. Ik heb nog een ander plan op programmeergebied. Dat is een project wat een grote uitdaging gaat worden. Ik heb een verrotte hekel aan programmeren. Dus ik heb ooit besloten om dat niet als werk te gaan doen. En ik blink daar redelijk in uit. Tenminste, ik weet niet of dat nog zo is, maar dat was in het verleden zo. Maar ik heb ooit een vertaalprogramma gemaakt en ik gebruik nu wel eens Google Translate bij mijn werk. Vooral als je twijfelt aan een tekst, of jij direct de juiste toon weet te pakken, dan is het heel handig om het tegelijkertijd ook door Google Translate heen te halen. Dat levert dan wel niet een perfecte vertaling op, soms wel, maar meestal mankeert er toch wel wat aan. Maar je komt dan wel op alternatieve manieren om iets op te schrijven. En dan denk ik, oh ja, zo kan het ook. En dan vaak dan schiet je ook een derde methode nog te binnen. En dat maakt je werk daadwerkelijk beter. Maar ik wil niet volledig afhankelijk zijn van zo'n derde partij. En bovendien heb ik ook niet de meeste sympathie voor Google, om het zo maar te zeggen. Ik heb in het verleden een AI-programma gemaakt. Dat is echt heel lang geleden. Dat was in de tijd van de 80-286 computers. En dat AI-programma dat was een vertaalprogramma. En dat was heel goed. Ik heb daar toen een aantal vertalingen mee gemaakt. Het liep alleen mis, omdat de computers van toen zo traag waren en zo beperkte opslagcapaciteit hadden. En op een gegeven moment, toen ik begon, toen was hij een flink stuk sneller dan ik zelf kon vertalen. En het was anders dan Google Translate. Wat ik deed, dat was gewoon, hij stelde een regel voor. En dan zei ik, die is oké of die is niet oké. En dan hield hij ook nog bij voor welke klant het was. En vervolgens leerde hij dan of dat een goede oplossing was. En ook op basis van zinsconstructies. Dus niet alleen dat hij complete zinnen onthield, maar ook echt de grammatica. Maar naarmate dus dat ding meer leerde, werd hij trager en trager.
En op een gegeven moment duurde het 2 keer zo lang om het met dat ding te doen dan om het zelf te doen. En ja, dan heeft het geen nut meer. Hè? Maar wat ik dus nu wil doen is iets wat dan meer op Google Translate lijkt. Dat dus, maar toch wel met die verbeterslag er nog in. Dat heeft Google Translate ook trouwens. Hè? Als je denkt dat je een veel betere oplossing wil, als je iets ziet dat evident fout is, dan kun je dat doorgeven. En ik weet niet of ze dat bij 1 persoon veranderen, maar bij meerdere personen zeker. Dat moet er zeker ook in zitten, zodat het programma steeds beter wordt. Maar ik ben wel van plan om... En ik heb nog mijn database van toen. Die gebruik ik nog steeds en heb ik ook steeds uitgebreid bij het gewone werk. Dus ik kan zonder veel moeite mijn huidige woordenboeken die ik nog heb in zo'n nieuw concept inpassen. Daar hoeft maar weinig aan te veranderen. Dus mijn plan is toch om de komende paar jaar nog eens zoiets te maken. Misschien zet ik het al op een website dat iedereen er wat aan heeft. Maar misschien dat ik het ook puur voor mijn eigen business blijf gebruiken. Maar... ter vervanging van Google Translate dan. En ik denk dat ik minstens even goed ben met die... terwijl zij daar heel veel werk en research in hebben zitten... maar ik denk dat ik minstens even goed ben met dit gebeuren. Het zat er redelijk slim in elkaar. En ik heb heel veel met AI gedaan in de jaren 80 en 90. Dus, en dit was volgens mij... dit was ergens halfwege de jaren 90. Ik denk dat dit rond... Nou, ik ben in 92 begonnen met vertalen. Dit zal 1994, 95, misschien 96 geweest zijn dat ik dit gemaakt heb. Ik denk zelfs vroeg. Ik denk zelfs in 94 waarschijnlijk wel. Dus ja, dat is lang. Ik heb heel snel had ik een 386 voor mijn bedrijf in gebruik. Dus dat moet ook wel. Die 286 heb ik niet lang gebruikt. Ja, dus dat is nog een ander project wat ik nog eens op wil pakken. En ik denk dat ik het dan in Python programmeer. Ik had het toen in, hoe heette dat ook alweer? Dat was van Microsoft. FoxPro heette het. Dat is dat was de Microsoft. Microsoft die probeerde toen alle dingen die los van Microsoft te koop waren. Die probeerden ze allemaal als product te kopiëren. Dus zij hadden een soort kopie gemaakt van wat dan nog net legaal was. Wat hetzelfde deed als de DBase 4, wat toen heel populair was. En dat was FoxPro. En later is dat geïntegreerd in Office. Hoe heet dat ook alweer? Daar zit ook een database in. Maar dat was voor mijn doel niet zo bruikbaar. Omdat ik helemaal niet met een GUI wilde. En op de manier waarop dat geprogrammeerd was ook niet. Dus daar had ik niet zoveel aan. Ik had het FoxPro ook gekocht met de Microsoft licentie keurig. Hè? Maar ook omdat ik het voor mijn bedrijf gebruikte. Dan doe ik dat sowieso. Maar goed, dat zou allemaal nu niet hoeven. Zeker als ik het in Python doe of zo. Hè? Maar en dan denk ik dat ik zelf een database structuur bedenk ervoor die snel is. Er zaten wel allerlei dingen in trouwens om dat zoeken in die database te versnellen. Allerlei trucjes die er toen al waren. Maar dat was toch niet genoeg om onder die systemen van toen die traagheid te voorkomen. Ik kon op een gegeven moment gewoon met de omvang van de database die eraan hing, kon dat niet meer snel genoeg werken. En toen heb ik het afgeschaft. Ik denk, daar sta ik ook nog wel achter. Maar nu is er een tijd waarin dat toch... zinvol lijkt om zoiets weer eens een keer te maken. Dus wie weet. Voor de komende 2 jaar staat dat op de planning. En ik denk wel dat het dan lukt, want het is belangrijk voor mijn werk. Wat wel zo was. Wat dus, in tegenstelling, dat was al, daarom denk ik ook dat het beter is dan Google Translate. Ik kon in eigenlijk alle jargons van mijn klanten, waar ik eerder vertaling in gedaan had, kon ik het op een gegeven moment grotendeels gebruiken zonder dat ik er zelf nog bij hoefde in te grijpen. Ik moest dan wel meelezen, dat heb ik gedaan tot laat. Maar het was in staat om zonder mijn ingrijpen, dan toch als hij een aantal vertalingen voor de bepaalde klant gedaan had, toch om zonder dat ik hoefde in te grijpen voor die klant een vertaling te maken. Dat kan Google Translate niet, omdat dat altijd een algemeen taalgebruik oplevert. Alleen al daarom niet. En het is er ook nog niet goed genoeg voor. Ze zijn nog niet ver genoeg. En dat komt bij mijn toepassing wel. Maar ook omdat ik het voordeel had dat het voor een beperkte jargon gebruikt werd. Hè? En dat ik dat jargon ook kon aangeven wat bij Google Translate niet gaat. Dus het heeft ook echt voordelen boven de oplossingen die er zijn. Nou ja, kortom. Ik heb het allemaal nog. Dus ik kan wat ik heb gewoon gebruiken. Nou, ik moet dan wel even omschrijven naar Python. Maar dat is niet zo moeilijk. Oké. En ik heb een hekel aan programmeren. Echt. Daar heb ik echt een hekel aan. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dus ik hoop dat ik er snel weer vanaf ben. Nou, tot zover de Daily Minutes. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons.
You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.